Studenten blijven te lang plakken in hun eerste jaar. Vaak nemen ze vakken mee naar het tweede of derde jaar. De eeuwige student doet soms 2 of 3 jaar langer over een studie. En zelfs dan halen sommigen hun diploma niet. Aan wat ligt dat precies? Wij spraken met zo'n student. Ik denk dat we een luiere maatschappij zijn geworden. We zijn een maatschappij waar alles digitaal verloopt, waar er niet zo... Het wordt allemaal makkelijk voor ons gemaakt. Er is genoeg tijd om vrije tijd te nemen. Ik denk dat ieder student dat heel diep van binnen wel weet, dat er tijd over is. Maar het probleem is, die tijd die over is, moet je dan ook benutten om goed je tijd te plannen. En daar kruipt er heel veel energie en moeite in. Ik ben ervan overtuigd dat vele studenten wat meer moeten werken. Ze zijn ook meer afgeleid natuurlijk. Als je in een college zit, dan zie je studenten Facebooken, studenten op een telefoon. Dat is misschien niet echt altijd optimaal om goed te studeren. Je kunt dat met elektronische oefeningen heel nauwkeurig timen, dat de studenten dat te weinig doen. En ik vrees dat de studenten te weinig tijd erin steken. Studeren vergt veel tijd en die tijd maken ze niet altijd. Er is een blijvende zorg voor de zwakkere student. Deze maatregel is niet bedoeld als een asociale maatregel, maar is integendeel ingegeven door de zorg voor de zwakkere student. Iedereen heeft zoiets van, ik ga direct naar de universiteit gaan, lukt het niet, kan ik nog naar de hogeschool gaan. In principe is daar niets verkeerd mee en je moet je kansen zeker benutten. Maar op die manier verliezen heel veel studenten wel een jaar of blijven ze proberen en raken ze zo in een vicieuze cirkel. Een goede begeleiding zorgt er natuurlijk wel voor dat mensen ook direct weten, oké, dit is waar ik goed in ben, dit kan ik, hier ga ik ook voor gaan.